Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Sectie Nikeri, is dagelijks bezig met diverse werkzaamheden. Werkzaamheden die vooral de gemeenschap van het district ten goede komen. Wij bevonden ons in Nikeri en legden enkele van deze werkzaamheden voor u vast. Nou, de bedoeling van de renovatiewerken is om de dienstwoningen die reeds geruime tijd in deplorabele staat verkeren, om die te renoveren en bewoonbaar te maken voor de arbeiders van de meteorologische dienst. De werkzaamheden worden in eigen beheer gedaan. Omdat er druk wordt uitgeoefend vanuit Paramaribo, vanwege de bond van de arbeiders van de meteorologische dienst, heeft de directie Paramaribo middelen vrijgemaakt voor de renovatie van de dienstwoningen. De werkzaamheden verlopen vlot. We zijn reeds klaar met één woning. We zijn nu bezig met de laatste fase van de tweede woning. Dat wil zeggen de schilderwerken. Beide dienstwoningen zijn van Meteo. En nu zijn er twee arbeiders van Meteo die in de huizen wonen. In het algemeen is de sectie zwaar materieel bezig met reparatie en onderhoud van machines, wat we momenteel in bedrijf hebben. En met die machines worden werkzaamheden uitgevoerd. Momenteel verwerken we vuil op de vuilstortplaats de Zuidering met een tractor met egalisatieblad. En we hebben een motorgrader ook in bedrijf. Daarmee worden diverse zandwegen geëgaliseerd. Het gelijkmaken van wegen geschiet met behulp van die machine. De machine wordt bediend door een operator. En die persoon dan maakt de weg zodanig begaanbaar. Dus. Zandwegen en ook kleiwegen, bepaalde kleiwegen waar men bezig is met landbouwactiviteiten. Momenteel waren we bezig met de Hadise Koeweg en de Quarantainweg. Dat is aan de westelijke polder van Nikeri. Dagelijks zijn we bezig met het onderhouden van sluisemplacementen en bermen. En onderhouden ook van loos- en irrigatieleiding waar we kunnen met de hand. We staan nu sluis Nieuw Nikeri. Hier achterop zit een pompgemaal en ook dat valt in onze dagelijkse werkzaamheden. En dan komen we hier ook het emplacement maaien, onderhouden van sluis waar nodig, ook binnen en buiten. Deze sluis is heel belangrijk omdat het ontwatert Nieuw Nikeri en de omliggende gebieden van Nieuw Nikeri. En zodoende dus, moet ik zeggen, is een heel belangrijke sluis. Want Nieuw Nikeri zelf, het stad van Nieuw Nikeri wordt ontwaterd. En we hebben ook een pompbeheerder hier. En als het nodig is, in de grote regentijd vooral, dan wordt de pomp ook in bedrijf gesteld.